Hi everyone, today a tutorial on a poppy troll hat. You can make a headband, you can do that either on a round room in round, or you just make a panel with, in my case, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stitches. I did it in garter stitch, so it's one row right through knit and one row purl. To get a nice edge for the fringes, I always did a right stitch, a true knit on the left side or on the right side. So you just purl one row, and if you want to see how the purl stitch is, you can see a watch a video on this channel too. So you make a purl row, and as you can see, I put a marker on my last one. So, and this one is always with a true knit. So in the purl row, a true knit, and in the knit row, of course, also a knit. There's also a video of the true knit on this channel, if you want to take a closer look. There are a few ways of doing those stitches, purl and true knit, so just find out which one works the best for you. So, my head is 56 centimeters, so I've made enough rows, and I'm going to do a kind of, I'm not casting off, I'm putting it on a piece of scrap yarn. You have your steken op een hulpdraad gezet. You've put your stitches on a piece of scrap yarn. And you are going to seam the two parts for the almost cast off part with a cast on part. Dus je gaat eigenlijk het niet afgekante stuk verbinden met het onderste deel. Take a stitch. Just look. Je neemt dus een steek hier en je verbindt de twee. Just watch closely. Goed kijken. Hier zit hij. En you connect the two. Then you are going into a stitch. Je gaat dus eigenlijk in een steek. En dat doe je hier ook. Je gaat weer terug in die oude. You're going back into the stitch you already have done. And then you are going to search for the second stitch. And just pull your needle through. Nou, je haalt dus gewoon je naald door. Kijk, en hier zit die steek. Dus je gaat eigenlijk weer terug in die steek die je gehad hebt. En dan pak je de volgende. Dus eigenlijk doe je hetzelfde hier alleen met de afgekante. Je doet eigenlijk hetzelfde aan beide kanten. You do the same thing at both sides so to connect them. Okay, just watch closely. Hier kijken. Kijk, hier komt hij vandaan. Hier de working yarn comes from, so you put it into the first already done stitch. Je doet hem dus in de steek die je al gedaan hebt. En je neemt een nieuwe mee. And you take another one. Back into the old one and into the new one. Old one, new one.
old one, new one. De oude steek eigenlijk, ja, de nieuwe. En zorg ervoor dat hij niet gedraaid is. Old one, just take a closer look. Here's your working yarn. And just till you don't have any stitches left. Nou, totdat je dus geen steek meer over hebt. Dus daar kwam die vandaan. En je gaat naar de nieuwe toe. En dat doe je hier ook. And as you can see, it's almost invisible. It's just like a Kitchener stitch, but then you don't have two sides with stitches. Het is eigenlijk net een soort maassteek of een Kitchener, maar dan ja, heb je aan de ene kant eigenlijk geen steken zitten, maar een soort afkante rand. Nou, the last one, de laatste. En hier ook de laatste. En hier is de last one, two. Nou. You always will see a bit, and here we have a sort of seam because of the cast off. En hier zie je dus een klein beetje de afgekante rand, dus dit wordt altijd aan de binnenkant. So this will be the wrong side of the work. And just make a knot. This one is the one. Up the nut, above the nut. And this one is the one below. Nou, deze zit boven en deze zit onder. Degene die onder zit, ook altijd onder laten. The one below stays below. And then this is the best nut to secure your work. Dit is wel de beste knoop om je ja, werk eigenlijk te zekeren. Nou. You can either decide to pull this one a bit, so the hole will be a little not that big. Je kunt nog eventueel proberen om wat aan die steken te trekken, zodat het gaatje wat minder groot wordt. Maar ja, dat hou je toch altijd een beetje, of je moet verder in het werk gaan zitten. En dan krijg je dus een... Ja, wat dikkere naad. You can also do the stitches above those we have used. But then the seam will be a little bit, yeah, fatter, more thick. And that is what you feel inside. Okay. This is an example of making a lining to this hat, because when you are going to adjust the hair to the headband, there will be some holes, and in the winter that will be chilly. So I've decided to make a sort of lining hat, and then the hair can go in the same color as the hair, of course. There's 6 pieces like this, and there are many examples to find on the internet, and so I've put it together with a sewing machine, but also you can do it with a needle, of course. Also a zigzag extra to put those seams to the hat, so it won't be seen when the hair is over it.
I'm going to adjust the lining to the headband around here. Ik ga dus die hoofdband ongeveer op deze breedte, hoogte, lengte vastzetten. Nu heb ik wel een mooi uitgangspunt om dus de haren te gaan maken. En hoe lang ik het wil. This is also a way to see how long the tails of the hair will be. So, I take one as an example. And this one I will use to make all the hairs, and I'm going to make the hair white. So I'm just going to look, and it's better to have it very long so you can still cut it off. Nou, je gaat dus gewoon kijken, het wordt er dubbel ingezet. Je kan beter het haar net even iets te lang hebben, want dan kan je het altijd nog afknippen. En ja, je gaat hem eigenlijk ook zo dubbel eraan zetten. Dus je kijkt gewoon van, oké, dit wordt dan het staartje. So this will be the tail of the head. So just cut it off and then you have an example to make all those hairs. En hier heb je dus gewoon je voorbeeldje om al die draden te gaan maken. Of al die haren eigenlijk te gaan maken die je straks dus hier aan die muts gaat zetten.